Hey, wat vonden jullie van deze dienst vanavond? Ik vond het wel gewoon een hele mooie dienst. En er was ook wel gewoon een mooi voorbeeld gegeven over die lammetjes en schaapjes en zo. En ik vond de liederen ook wel heel mooi. Ja, ik vond het ook heel mooi hoe iedereen nog naar voren ging en dat ze gingen bidden voor elkaar. Dat vond ik wel heel mooi. Ik vond het heel erg bijzonder, omdat ik echt, ik voelde me echt zeg maar verbonden met God. Ik kwam echt tegen deze dienst. Ik vond de schaapjes heel grappig. Vooral dat toneelstuk. Ik vond het een hele mooie dienst. Ja, ik ben heel erg bemoedigd door de preek. Want ik vond het gewoon heel mooi hoe hij het met zulke voorbeelden uitlegt. En nou ja, we werden er allemaal emotioneel door. Dus het is gewoon heel mooi ook hoe hij vertelde over hoe je troost vindt. Dat raakt ons vooral. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Voordat we verder gaan wil ik even iets kwijt. Tijdens het eerste journaal hebben we te weinig aandacht gegeven aan Anna. Wisten jullie dat Anna voor de eerste keer op Square is? Voor de eerste keer op Square. Anna in het journaal is zij de ster. Zo, nu het ijs gebroken is, laten we een kijkje nemen in de box. Buongiorno. Hier zijn we weer. Welkom op een nieuwe dag. Ondertussen de tieners die worden langzaam aan wakker na deze nacht. Hey Bastiaan, Hoe heb jij vannacht geslapen? Niet heel lang. Hoe lang dan wel? Hoe lang is een Chinees? Ik denk een uurtje of vier. Maar dan kun je de dag wel op redden, toch? Ik ga ervan uit. Als de tieners het kunnen, dan kan ik het ook. Dat dacht ik. Je bent nog jong. Daarom. Hoi. Hallo. Oh, hallo. Hoe lang heb jij geslapen? Weet ik niet. Hoe laat is het überhaupt? You know what time it is. Disco time. Dat is wel oké. Maar mijn stem. Romig. Wat is jouw lievelingsdier? Een giraf. Nou, we hebben een hele bijzondere vraag. Maar weet je wat voor geluid een giraf maakt? Geen flauw idee, nee. Nee, ik eigenlijk ook niet. Dus ik wil je vragen om het DNA te doen. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Ah, what? Sorry. Lekker. Mijn lievelingsdier is een kat. En kun jij die kat eens even nadoen? Miauw. Welkom op een dag 2 van Square. Heb jij een beetje lekker geslapen? Nee. Hoe kwam dat? Trekkerschreeuw en zo. Yes. Jij bent net bij de dames geweest om te kijken hoe ze wakker zijn geworden. Ja, fris en fruitig. Fris en fruitig. Ja, ik weet zeker, de meiden kunnen er tegenaan vandaag. Denk je dat? Oh, want gisteren absoluut. Stond het natuurlijk 1-0 voor de jongens. Ja, dat klopt, maar dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk. Was dat niet helemaal eerlijk? Nee, nou, nee. Kijk, want het is begonnen met een soort voorstelje. Overigens staan we daar nu weer, wat ik al heel bijzonder vind. En daardoor sowieso al 5 minuten, omdat ik achter niet. Plus, wat ook nog wel echt een ding was dat ik net moest zijn. Jongens, ik zie nu al ook heel veel prettig op. Meiden niet, dus ik heb echt 5 minuten. Zeg maar dat ik al looptijd had. Ja. Plus, ik had ook nog Dat ik gewoon minder prettig, meiden minder prettig. Eigenlijk hoor ik gewoon alleen maar gejank. Nou, nee. Nee, het is gewoon heel simpel. We dit missen is, gewoon kijk, helemaal het belangrijke. Kijk even om je heen. Ja, nou, als je om je heen kijkt, zie je een nieuwe koffie. Hier, kijk, jongens. Daar. Ja. Ik hou hem nu wel weer vast. Kijk, dat is goed. Jij gaat hem openmaken. Wat is het? Verzamel tieners met een tandenborstel. Oh! Tieners. Bastiaan, jij mag 20 verzamelen. Ik 10. Dit vind ik wel tof. Game is rigged. Oh, ik vind het echt leuk. Het is allemaal heel leuk en aardig. Okay, ja. Maar ik wil dan nu wel echt in het midden beginnen. Oké, nou, dan gaan we dat doen. Ja. Let's go. 3, 2, 1. Meisjes! Ik heb 10 meiden nodig met een tandenborstel die bij mij verzamelen hier in het midden. 1, 2. Jongens, jongens. Tandenborstel. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jullie, jullie zijn geweldig. Het gaat echt om punten, hè? Dit is een levensstrijd. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Heb ik 10? Heb ik 10, jongens? Jongens, tandenborstel, heb je een tandenborstel mee? 17. Moet ik toch die meiden inmaken, jongens? Heb je geen tandenborstel? Hij heeft geen tandenborstel. Ik heb gewoon al te veel ook. Ik ben er hoor. Oh, ja. Huppakee. 18, 19, nog één. Nog één tandenborstel. Kom. We hebben de 20. Ja. We hebben de 20. Maat.
Ik ben er hoor! Ja, ik heb gewonnen jongens! Ja, maar hier, kijk! Oh, jij hebt al een 10! Ja! Kijk eens! Leuk geprobeerd. Leuk geprobeerd. Echt leuk geprobeerd. Hey. Heb ik ook een beetje competitie. Ja, precies. We hebben gewonnen, meisjes! We hebben gewonnen! Dank jullie wel! Ja. Nou. Maar, sterkte ermee. Dames en heren, jongens en meisjes, ik presenteer het Squarelied. Zo, nou, ik heb er zo zin in. We gaan echt iets ontzettend leuks doen vandaag. Echt een vader-zoon tijd, quality time. Ja. Wat gaan we doen dan? Ja, dat is een verrassing. Hier, deze moet je even omdoen. Gaan we naar Square? Square, wat is dat? Ken je dat niet? Nee. Dat is een superleuk teenie-event. Met je vrienden ga je daarheen en dan doe je allemaal leuke dingen. En je leert Jezus kennen. Ja, dat, geen idee. Nee, we gaan iets anders doen. Dat is veel leuker. Doe deze even om. Ja, even leuk. Maar ik wil heel graag naar Square. Nee, geen Square. Ze hebben daar ook wel iets met squares, vierkanten of zo, weet ik veel. Nee, we gaan iets veel leukers doen. Doe even leuk mee. Ja, nou, nee. Doe wel even. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Weet je, dat doe ik wel even bij je om. Ja, zo. Hier, doe nou even leuk mee. Doe zo. Hier, doe vast. Ja, kun je nog ademen? Zo. Nee, je zit veel te strak. Hoeveel handen steek ik op? 8. Ik heb maar 1 hand. Nou goed, we gaan door. Heel erg strak. Ik kan amper ademen. We zijn er. Kom. Ja, dat laat ik je wel even zien. Kom. Even meekomen. Ja. Ja. We zijn namelijk bij de IKEA! Kom, we gaan naar binnen! Ik wil een square! Ik wil een square! Leuk. Even leuk doen, ja, even leuk doen, hè? Square is waar ik heen ga, wil niet naar IKEA. Mag dat papa, mag dat papa. Alles hier is beter, krijg er goed te eten. Mag dat papa, mag dat papa. Wil naar mijn friends in een tent, wil de hele dag prijzen. Wil niet naar IKEA, hoe ga ik dit bewijzen? Nee, ik ben nog geen 18, wist dat jij dit zou zeggen. Maar dus liever naar IKEA, dan naar de goede herder. Geld heb ik zelf voor een snackie uit het kraampie. Evert is er ook en die ken je bij zijn naam. En de hele band is goed, we zijn allemaal blij. Mijn pap, ik moet naar Square, het is niks zonder mij. Square is waar ik heen ga, wil niet naar IKEA. Mag dat papa, mag dat papa. Alles hier is beter, krijg er goed te eten. Mag dat papa, mag dat papa. Uit Almere en Drachten is erbij. Hogeveen is aan het feesten en Groningen is blij. Ik maak een vrienden met de Bijbel, leer ik allemaal dingen. En we zingen Happy Day, ook al wil niemand het meer zingen. Happy Day, Happy Day, Happy Day, nee, nee. Actie in de taxi tijdens sport en spel. Zag me gaan op die baan, ik leek sneller wel. Ik ren heel hard weg als ik papa zie, want ik zie mijn vrienden terug op deze reunie. Square is waar ik heen ga, wil niet naar IKEA. Mag dat papa, mag dat papa. Alles hier is beter, krijg er goed te eten. Mag dat papa, mag dat papa. Ik ging zoeken naar de herder.
En nu kan ik niet meer zonder. Ik sta in de fik voor Jezus, want ik sta hier door zijn wonden. En sorry papa, dat ik je dag IKEA heb gestaakt. Maar ik heb dit weekend wel een keuze voor Jezus gemaakt. Thank you.